zie gewoon heel veel kennis en energie aanwezig. Alleen het punt is gewoon dat het vaak niet aan elkaar wordt gekoppeld. Dus aan de ene kant zijn er heel veel ideeën, nieuwe dromen. En aan de andere kant zijn er heel veel oude systemen, oude industrieën die crashen. Die ook opnieuw op zoek zijn naar nieuwe werelden. En dat is denk ik het echt spannende van dit tijdperk, om die dingen te koppelen. Dus het koppelen van nieuwe manieren over nadenken over wat is natuur. Of hoe kunnen we het natuurlijke weer terugbrengen in een stad.